De tweede zaterdag in september is het Monumentendag in heel Nederland. Maar hier in Midwolda hebben ze Boerenerfdag. En dat is de invulling van Monumentendag. U hoort het misschien al boven mij. We staan hier een beetje beschut, maar het regent heel hard. We gaan eens even binnenkijken hoe ze dat allemaal oplossen. Hier zien we een boer en boerin. Ja, in het begin van deze eeuw. Oorijzer is natuurlijk allemaal vervangen. Het is nu een mooi modieus mutsje. De versierselen en de driekwartbroek van de boer zijn ook niet meer aanwezig. Ze zijn ook vervangen door een moderne broek met strepen. Een goed jong stel met een eerste, of eigenlijk moet ik al zeggen, met een drie kinderen. Samen met zijn vrouw maakt hij een wandeling in de warme middag. Geef ze een hartelijk applaus. Ja, dames en heren, een hele andere wereld nu. We zien hier een arbeiders-echtpaar waarvan de man als boerenknecht werkzaam is. Op het hoofd een zwarte muts en verder een grote wollen omslagdoek. Kijk, kijk, Jensen. Jensen doet Milaans, doe komt hij weg. Ja. Wat gaan we nou? Aan de rogger, wie neemt die mee? Monumentendag is altijd de tweede zaterdag van september. En in dit kader hebben jullie een bijzondere gelegenheid altijd. Vertel eens. Ja, de boerderij die is in 2002 klaargekomen met restauratie. En ja, wij hadden daarvoor ook al wel eens open dagen met de Monumentendag. En toen was de boerderij helemaal klaar. En dat zagen we toen wel een aanleiding in om het nog eens opnieuw op te pakken. En ja, toen zijn we eigenlijk ook begonnen een beetje met living history. Met mensen die hier dan in de boerderij waren, een beetje oud aan te kleden. Nou staan we hier in een prachtige boerderij, Hermans Dijkstra. Wat is in kort gezegd de historie van deze boerderij? Ja, Hermans Dijkstra, de familie heeft die boerderij in 1832 verworven, gekregen. Daar zijn ze toen begonnen. En Hermans Dijkstra, Pieter Rijnt, die is in 1994 overleden, dat was de laatste eigenaar daarvan. Dus ze hebben een aantal generaties hier gewoond. De boerderij is, toen zij hier woonden, intussen tijd verbouwd. Stond eerder bij een oudere boerderij, maar in 1858 is het nieuwe grote witte voorhuis gebouwd. Dus dat heeft die familie allemaal gedaan. En zo is Pieter Rijn hier tot zijn dood blijven wonen. Zwarte lange tijden gewoond onder dames van een zekere leeftijd. Dan waren kleuren veel te frivol. De meeste jurken en jassen die u ziet, dateren zo uit de jaren 30 of kwart na de oorlog. Het is nog altijd in haar bezit en ruim 100 jaar oud. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, de meisjes op de klompen, de jongens op een houten been, draai maar door mijn poortje heen. Van je ras, 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 rijdt de koning door de plas, van je poort. Ja, zo gingen de dames en heren vroeger onder de dekens, onder de veren bedden in de bedstee. Dank u wel. Deze dag sloeg oeslag. Mine kiep het schöne lode. Ik heb voor elk wat van zien gode. Wat je ook suiken, altijd keur. En ik vroeg hoorst niks over. Een verbrouwende koopman is gekomen. En hij hoort uit de Westvolende komt. Alles heb ik je metgenomen. En van iets ons dan die verstopt. Het is een dag, een sloog oeselag. Mine kiep het schöne loding. Ik heb voor elk wat van zijn goding. Wat je ook suiken, altijd keur. En ik hoort er niks over. Ja, we zien hier een prachtig figuur die ik wel ken persoonlijk. Maar veel mensen die weten misschien niet wie dit was. Vertel eens. Jan de Roos was een straatzanger. Hij kwam uit Groningen. En
overal waar je hem ook tegenkwam, hier in deze regio, zelfs in Friesland, Halderwijk, daar heb ik laatste opname nog van hem gezien. Daar was hij zeg maar van straatzanger. En waar hij ook kwam, overal moest je geld in zijn bundeltje doen. Zeg maar, ik heb hem toevallig bij me. En daar moest hij het voor doen. Maar een dubbeltje of 5 cent deed hij niet voor. En dan werd hij boos. Hij was een grote fan van Beethoven. Zeg maar, en zoals jullie dat net gehoord hebben, heb ik ook geprobeerd om serenade van Beethoven te doen. Ik probeer hem zoveel mogelijk na te doen. Maar als qua jongen van 12, 13 jaar heb ik hem persoonlijk gekend. Ging die van Winschoten naar Veendam in de bus. Maar die man werd overal geplaagd. En dan werd hij boos.